verzoening en dialoog tussen daders, slachtoffers en nabestaanden. Dat is waar het comité en de commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld naartoe streeft. De organisatie hield op zaterdag 7 december voor de vijfde keer het pad van verzoening. Er werd gelopen van de waterkant naar het Fort Zeelandia, waarbij op twee locaties kransen zijn gelegd. We leven in een wereld vol tegenstellingen, vol onderlinge verschillen. Als we daar niet goed weten mee om te gaan, maken deze dat er vaak vijandschap en geweld ontstaat, dat mensen elkaar wat aandoen, in kleine of grote mate. Helaas vallen er hierdoor ook slachtoffers. Om die en hun nabestaanden staan we vandaag hier. Het is goed om te zien dat mensen als meneer Jero met zijn comité zich inzetten om verstoorde relaties en geschonden vertrouwen te herstellen. Hiervoor moet er meestal een lange weg tot verzoening worden afgelegd. Verzoening is een zware opgave, waartoe niet iedereen de bereidheid heeft die op te brengen. Begrijpelijk. Maar uiteindelijk is er geen andere weg. Waar rok een samenleving kapot maakt, opent verzoening de weg tot herstel van gemeenschap. We moeten komen op het punt om elkaar te accepteren, ondanks verschillen. Deze dag is een dag in onze geschiedenis waarbij we al die slachtoffers die zijn gevallen in die een zegt binnenlands conflict, ik zeg vuile oorlog, dat we die mensen die hun leven hebben verloren gedenken, omdat ze in feite hun leven hebben gegeven voor ons. Want het binnenlands conflict, die vuile oorlog, was een gewapend conflict tussen de jungle commando mannen en het nationaal leger. En we mogen blij zijn dat het is opgehouden. Want in sommige landen duurt het jaren, maar bij ons heeft het niet zo lang geduurd. Maar daarna moet je komen tot verzoening. En dit monument is een monument van verzoening en dialoog. Want die strijdende partijen moeten op een gegeven moment toch gaan praten met elkaar. Om de zaak uit te praten en het te vergeten en ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt. Het heeft lang geduurd voor er een symbool is gekomen, dat monument. Het is er nu. En die commissie is verder gegaan dan alleen maar dat monument hebben en op gezette tijden kransen leggen. Ter nagedachtenis. Om ze te eren en om ze te bedanken, dat denk ik in Libië. Maar wat ze daarna hebben gedaan, en nu al 5 jaar, ze hebben gemaakt een pad van verzoening en dialoog. Dat ze namelijk creatief. Neem pot voetu, ik moppo voor een monument. Konja na een monument voor de 8 december. Omdat je op de een of andere manier al die gewapende situaties moet brengen in dialoog en nationale verzoening. En wanneer mensen zeggen van, ja, maar ze voeren ze maar ook om, dan gaat het niet om veel mensen of weinig mensen. Het gaat om het idee dat we moeten verzoenen met elkaar. We moeten met elkaar in dialoog blijven en zorgen dat dit soort conflicten nooit meer uit de hand lopen, anders moeten. Dus wat dat betreft is het goed. Dit soort momenten moeten meewerken aan een zekere bewustwording van het volk. Dat de jeugd ook weet, maar wat is dat monument? Waarom zijn die mensen hier? Dat die mensen, die kinderen op school kunnen uitleggen wat er aan de hand is. Wat we missen in ons land is dat ministeries die belangrijk zijn
voor de volksopvoeding. Bewustwording van het volk. Niet altijd all-out gaan. Want ik kwet met u. Dat heel wat kinderen gisteren en de dagen daarvoor niet weten dat er vandaag zo'n herdenkingsbijeenkomst zou zijn. Dus dan vind ik dat die leerkrachten. Ja, en ze moeten die kinderen dit ook uitleggen. Het is geen kritiek naar de leerkrachten toe. Maar ik vind dat als het 1 juli wordt, of dag van onafhankelijkheid, dat de leerkrachten, de onderwijsgevende, moesten gaan toren, een week lang na klas, voor leg dem tje uit. Zeiden we 1 juli ik kom bakken, of zeiden we dag van herdenking en verzoening, noem maar op. Maar dat initiatief mis ik bij de onderwijsgevenden. Waardoor we zeggen, ja, die kinderen moeten dat ding leren. Maar heeft deze man geleerd, heeft hij scoren, daarvan heb je dat. Nee, maar ik denk dat die commissie heeft een goede job gedaan. Ondanks alle tegenslagen. En het is nu de 5e keer al, of de 6e keer. Misschien de 10e keer, naar morgen, maar ook de bewust.